Ja, gelukkig mogen we rijden in Helmond. Voelt het als een soort thuis? Ja, het is sowieso een eigen honk natuurlijk. Eigenlijk een eigen honk weer. Ja, zeker een thuis. Ja, het is net alsof je bij je moeder komt natuurlijk als je hier even een bakkie gaat doen met je vrienden. Ja, ik verwacht een hele drukke dag. 5 jaar terug moesten de crossers dit terrein juist nog verlaten omdat de vergunning verlopen was. Sindsdien waren ze dakloos, maar dankzij nieuwe afspraken zijn ze terug op hun oude stek. Nou, dit is gewoon belangrijk dat je gewoon ook je club weer bij elkaar hebt. En dat je ook in ieder geval weer een stuk van de ziel terug hebt. Want je hebt weer een punt waar je elkaar kan ontmoeten. Na de sluiting 5 jaar terug zijn alle spullen blijven staan. De afgelopen weken is er keihard gewerkt om alles weer in orde te brengen. De kantine was half open. Er was een raam uitgerold en een schot stuk getrapt. Maar goed, met heel veel vrijwilligers. Ik denk zeker een man of 30, 40. We hebben 2 weekenden weer hier de boel opgepakt. De komende 4 jaar mogen de crossers hier hun oefenrondes rijden. Het is wel beperkt tot 12 keer per jaar. Maar ze hopen zo de tijd te overbruggen tot er eindelijk een vaste baan komt. Ja, daar wordt achter de schermen nog steeds druk aan gewerkt. En wij hopen ook dat we dat gewoon kunnen realiseren op het moment dat het hier weer over is.